Volgens mij, nu de economie weer beter gaat en heel veel mensen banen krijgen, mogen we daar heel gelukkig mee zijn. Alleen je ziet een nieuwe opgave. En dat is de opgave toch dat sluipenderwijs we onze zekerheid zijn kwijtgeraakt. Dus in ons programma geeft antwoord op die vraag. Hoe bieden we Nederland, onszelf, elkaar nieuwe zekerheid? En dan ook nog eens de zekerheid dat we dat met elkaar doen. Dus een verbintenis met elkaar. Dus een verbonden samenleving. Maar als er coalitieonderhandelingen komen, welke punten zouden jullie nou absoluut zijn onhandelbaar? Wij hebben volgens mij nooit van zijn leven breekpunten gehad. Wat wel een hele urgente opgave is in dit verkiezingsprogramma, is hoe creëren we weer gelijke kansen. Het idee dat iedereen in de samenleving telt en mee mag doen in dit land. Daar bieden we antwoord op. En wij willen altijd staan voor die gelijke kansen. En volgens mij ieder kabinet van de Partij van de Arbeid is dat ook. Wat zijn die kansen? Gelijke kansen bijvoorbeeld op goed onderwijs. Dus wij geven heel veel geld uit voor vervroegd naar school kunnen gaan of brede brugklassen. Dat is heel belangrijk. Maar ook de kans op vast werk. Steeds meer mensen hebben natuurlijk die vaste baan niet. Dat is een hartstikke belangrijk onderwerp om weer zekerheid te bieden aan mensen. En wat zijn nou de drie belangrijkste punten, zeg maar, die in vergelijking met 4 jaar geleden nu echt daarin terugkomen? Het belangrijkste is dat toen natuurlijk de economische crisis heel centraal stond. En het oplossen en daar de verantwoordelijkheid voor willen nemen. Nu staat volgens mij heel erg centraal. Hoe zorgen we voor nieuwe zekerheid in het onderwijs, banen, wonen en in de zorg. Het eigen risico bijvoorbeeld wat we afschaffen. En het tweede is, hoe zorgen we weer voor een verbonden samenleving. Nou, daarvoor kiezen we voor 100.000 basisbanen. Maar ook een hele goede agenda denk ik zelf als het gaat over de onderwijsvernieuwing en de duurzame economie.